In het Warggebouw in Amsterdam wordt ter gelegenheid van het eeuwfeest der Nederlandse maatschappij tot bevordering der geneeskunst een medisch-historische tentoonstelling gehouden. In ditzelfde gebouw zetelde vele eeuwen lang het chirurgijnsgilde en werd het onderwijs in de ontleedkunde gegeven. De expositie geeft een interessant beeld van de geschiedenis der medische wetenschap. Op schilderijen, onder andere van Jan Steen en Jan de Bruij, kan men zien hoe in de 17e eeuw operaties verricht werden. Het ging niet zachtzinnig toe. Frans van Mieris de Jonge schilderde een apotheker in zijn interieur. Dit is een zeldzame Perzische vijzel uit het jaar 1000. Een apotheekje zoals vroeger in huisgezinnen werd gebruikt. Dit klein vroedwijfsboek hadden de vroedvrouwen altijd bij zich. Zonder dit handboekje voelden ze zich niet safe. Een oude primitieve zuigfles met sponsje. De speen was nog niet uitgevonden. Een der oudste microscopen, vervaardigd in het begin van de 17e eeuw door Johan van Mussenbroek. Bronzen schuier en pincet uit de Romeinse tijd bij opgravingen in Utrecht gevonden. En hiermee werden tanden uitgerukt. Stel u voor, zonder verdoving. Op de prachtige